Misschien een beetje een stomme vraag, maar heb je wat te drinken voor me? Ja hoor. De flesje cola? Ja. Mag ik vragen wat je bij je hebt? Oh ja hoor, er zitten tekeningen in. Mag ik eens zien? Ja hoor. Ze zijn erg mooi. Wat ga je ermee doen? Ik ga naar een uitgeverij, vraag of ze ze willen publiceren. Ze missen alleen iets. Wat missen ze dan? Een verhaal. Ik ben heel slecht in verhalen schrijven. Het was een droom van mij als kind om een schrijver te worden. Echt? Gaaf. Zou je misschien... Heel graag. Maar ik moet nu gaan. De bus komt eraan. Ik zou echt graag verder willen praten, maar ik moet echt naar therapie. Ik moet de volgende bus. Waar heb je therapie voor? Ik heb nog best wel vaak last van woedeuitbarstingen. Moet je morgen weer de bus pakken? Ik weet niet wanneer ik weer de bus pak. Waarom doe je dat? Ik heb ruzie gehad met een paar jongens. Wat heb je dan gedaan? Nou, ze waren aan het roken. En ik zei dat het niet goed voor ze was. We kwamen in discussie en uiteindelijk... sloeg ik een van de jongens. Je moet je woede leren beheersen, Stijn. Dat weet ik. Ik krijg er ook therapie voor, oké? Iedereen heeft wel iets. Ik heb verlatingsangst. Wat is dat dan? Ik ben bang dat mensen me verlaten en daardoor kan ik in paniek raken. Oké. Ik heb trouwens hetgene waar we over gebeld hadden. Je hebt een verhaal geschreven. Ja, klopt. Ik moet zeggen, Stijn, dit is echt goed. Echt heel erg goed. Als we morgen hier weer afspreken, ik heb nog heel veel andere verhalen liggen. Dus die kun je dan ook wel lezen. Dankjewel, je bent een schat. Morgen dezelfde tijd weer hier. Is goed. Dat is gewoon... Oh wacht, kijk dan. Zie maar. Ben jij die vieze stalker die Lucy lastigvalt? Doe maar niet alsof je van niks weet. Oh, ik bedoel Lucy van de bushalte. Ja, we schrijven samen een boek. Zij maakt de tekening en ik schrijf het verhaal. Ik wil dat je haar met rust laat. Begrepen? Maar ik doe niks verkeerd. Ze wilt je niet meer spreken. Ze spreekt liever af met een walrus dan met jou. Kijk eens hoe lelijk en dik je bent. Waarom praten we überhaupt nog met jou? Jij verdient het niet. Dikzak! Goedendag. Dit is de voicemail van... De bushalte. Ik moet je wat vertellen, die mensen... Hou je bek! Geef me mijn verhaal. Je hebt mijn tekeningen toch nog? Doe deze. Grappig, zegt degene die straks in paniek uitbarst, omdat ik haar verlaat.
Lucy, wacht. Dit is voor jou. Wat is dit nou weer? Het is een cadeautje. Pak maar uit. Wauw, dit is... ons boek. Je bent naar de uitgever gegaan. Het spijt me van wat er is gebeurd. Nee, het spijt mij. Ik had die mensen moeten tegenhouden. Weet je, ze pesten me al het hele jaar en dit is gewoon weer een list van hen. Ik probeerde je al een hele lange tijd te bellen. Ik durfde niet. Ik durfde je niet onder ogen te komen. Bang om je kwijt te raken. Dat spijt me. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik was wel een ijsje.